Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb een beetje een schorre stem. Dus jullie zien, ik sta op dit gebouw van een van de voorgaande video's. Nu heb ik wel een webcam. Hallo! Kijk, en in dit gebouw heb ik een paar dingen ontdekt. En straks ga ik dit allemaal met jullie behandelen, maar ik heb iets ontdekt. Oh, ja, ik was een beetje aan het vechten met schapen. Maar ik wou eens kijken van, waar kom je uit als je dit weghaalt? Kom hier doorheen. Kijk, nou hier zou dit allemaal ontdekt, omdat hier groene strepen staan. Maar hier zo, als jullie het goed zagen, staat een kip. En hier kan je niet komen via een gang. Maar er is nog een andere plek waar je niet kan komen via een gang. Als het goed is, is het hier ergens. Dan moet ik even in F3. F3. Normaal niet in F3. Even kijken. Ja. Hier zo. Ik heb dit ontdekt. Nog zo'n nieuw ding. Er zat alleen maar dit in. Niet zo bijzonder. En dit. Even. Ik heb even totjes nodig. Ik kan maar beter verlichten. Zo, nog wat totjes. Hier zijn gewoon gevangenissen. Dat heb ik ontdekt omdat ik ook die kip had ontdekt. Dus ik dacht, laat ik even in Game Mode 3 gaan. Dan heb ik gewoon dit ontdekt. Dat wist ik ook niet. Het linkje van die video staat in de beschrijving. Ook gelijk de seed nog van deze wereld. Zal ik even laten zien hoe je dan hier komt, want je spant op een random plek. Hieronder zit er niks. Nee. Oké, maar dit vond ik best wel grappig. En het is best wel verborgen. Maar ik heb ook gehoord dat er meerdere seats zijn met zulke gebouwen. Ik doe even game 3. Maar dat er meerdere seats zijn met die gebouwen. En dat er... Dat je geluk moet hebben dat je zo'n gebouw, dat ze een seat hebben met zo'n gebouw waar super veel goede loot ligt. Non mineshaft. Maar laten we maar even verder gaan naar hier. Nou, het regent weer. Zo. Hier laten we maar niet naar kijken. Een random vindicator. Oké. Maar we beginnen lekker bij het begin. Hier kijken we straks naar. Zo. Dus eerst wil ik beginnen met dit. Ik heb wel zo'n Guardian. Dat doe ik even hier. Zo. Mooi vindicator hoofd. Die Guardians, die ken je wel, hè? Maar nu kan je ook deze baas guardian spannen, waarvan er 3 zijn in een tempel. Ik doe even dit. Vind ik best wel grappig. Zo. Maar die kan je nu dus spannen. Even weg. De rest had ik niks. Wegrijd. Oké, gaan we nu bij dit beginnen. Het zijn allemaal nieuwe spawns. Ik snap niet waarom deze weg is. Wat? Al die mobs die kunnen die spawnen. Kunnen dit niet. Oké. Ik wist niet dat die konden die spawnen. Weg. Zo, weer zijn die spawns haten. Oké, laten we beginnen hier. Je kan een bepaald iets maken. Namelijk een silkerbox. Kan je hier niks mee? Ik zie die plaats waar ik spullen in doen. Alleen een silkerbox. Neem je mee, krijg je in creative, krijg je hem nog een keer. Zit hier niks in? En hierin kan je zien. Weer een skeleton, 1 keer. Hier. Spawn stray, spawn niveau, spawn zombie villager.
Je kan er bijvoorbeeld heel veel stacks en dan staat een keer 64 van datgene. En dan zit het er gewoon weer in. En als je dat dan allemaal in een ender chest doet, dan kan je echt super veel mee vervoeren. En als je dan een ender chest meeneemt op een lama, en dan ook nog eens twee chokerboxen, kan je echt super veel meenemen. Echt inventories vol meenemen. Oké, die stap ik dan even hier zo in. Kortstondig. Daar kan je dus heel veel leuke dingen mee. Je kan hem ook een kleurtje geven. En de totem of undying. Want als ik val en ik hou deze zo, zo voor me. Waar kan ik het beste doen? Times D. Ik wil natuurlijk niet dat het nacht wordt. Het zou een beetje vervelend zijn. Maar als je die dus recht de muisknop ingedrukt houdt als je valt of in de lava zwemt of zo, dan krijg je 4 van die gouden hartjes en je andere hartjes komen erbij. Maar dan is wel gelijk je totem weg, maar misschien is dat niet zo erg. Ik doe het even hier zo. Even kijken. Oh, wacht. Het kan alleen echt als je dood kan vallen. Hier. Vette animatie, hè? Vond ik ook al. Oké, goed. We gaan even terugvliegen. Dus dan is hij wel gelijk weg. En je kan hem volgens mij verdienen. Om, als je looting hebt, looting 3 op je zwaard hebt, dan kan je gemakkelijk krijgen om door vexen te killen. Vexen gaan we hier zo behandelen. Maar dat is dus dat in curse of binding. Zo, als we weer eventjes hier naartoe gaan, anders vallen die monsters mij aan. Kijk, die kan je in survival, als ik zo vaak maar klikken, die kunnen er niet af. Dus dan heb je best wel wat vervelend. En curse of vanishing betekent dat als je doodgaat, dan verdwijnt het de tool of het armorstuk of de schild of zo. Of een boog of zo, weet ik veel wat je mee hebt. Als je daar Curse of Vanishing op hebt, dan verdwijnen die als je doodgaat. Dus je kan maar beter geen Curse of Vanishing meenemen als je gaat vechten of zo. Dan past dat die beesten mij niet aanvallen. Ik hou die nog even weg. Oké. Maar dat is dus Curse of Vanishing. Dus ik raad je aan om die niet te gebruiken. Tenzij je heel goed bent in die doodgaan. Maar laten we dan bij dit beginnen. Dit. De spanel, dat is een mul. Ik weet niet wat het er net van heeft, maar... Het is net zoiets als een ezel, maar volgens mij... zijn er dus gewoon 2 ezels gekomen. 2 soorten ezels. Dit is gewoon een mul heet. En je kan ook ezels spannen. Een span donkey heet dat. Dit zijn trouwens spawn 0. Dus je ziet. Maar ezels kan je ook spannen. Waarom ik er 2 heb gespand? Nou, bij bijna allemaal waren er steeds toen eentje spannen kleine. Kijk, daar zie je nog een kleine zitten. Want voor de opnames heb ik dit allemaal gemaakt. Helemaal leuk. Maar je kan ook spawn skeleton horses doen. Ik vind hem een super mooi ei. Dat is ook gaaf. En de lama's. Dus je een carpet pakt, bijvoorbeeld een blauwe en een chieste. Als je dan erop gaat, je kan hem temmen. We gaan hem even temmen. Hij kan bijna niet lopen. Oké, spoel ik even door. Oké, hij is eindelijk getemd en volgens mij als je
nu. Even kijken hoe die chest erop moet. En kijk zo, moet je gewoon rechte muisknop erop doen. Dan zie je, dan heb je een heel vakje. Wat? Ik heb toch echt geweten dat dit maar 3 waren, hè? Nog meer chokerboxen. Een hele Ender chest vol en dan 8 chokerboxen nog. Maar ja, je kan dus ook geluk hebben dat dit helemaal vol zit. Of je kan geen geluk hebben dat alleen dit vol zit. Nou, ik heb dus geluk dat dit helemaal vol zit. En het is echt zeldzaam als ook dit er dan nog bij zit. Dan zou je even goed rekenen. 15 vakken hebben. Nou, dat is een Ender chest vol. Hou we maar op over die chokerboxen. Dan, maar ja, je kan er niet op rijden. Volgens mij. Of we moeten met een bepaald middel doen. Maar dat weet ik ook niet. Laten we maar lekker doorgaan. We willen niet te lang blijven. Kijk, zombie horses. En ja, zombie horses zijn super gaaf, alleen ze zijn niet je beste vrienden. En je kan er ook zombie veertjes spawnen. Kijken. En weer een skeletons kan je nu spawnen. Kijk, ik zie nu pas dat die groter zijn. Oké. Kijk, dit is een stray. Dat is een soort skelet. Hij is even sterk als een skelet. Alleen, volgens mij gaat hij minder snel dood. Hij blijft best wel lang in brand staan. En dit is een vindicator. En die staat super veel in dit gebouw. Onderbroken. Misschien horen jullie wat zakjes of zo. Of wat geluidjes op de achtergrond. Maar kijk, vindicator, dat is deze dus. Die doet dit. Die is best wel sterk, maar ik heb dus een diamond sword. Met een diamond sword kan die best wel snel dood, zoals je zag. Als het goed is komen er straks veksen aan. Ja, kijk. Dat, is, dat was weer de kracht van een evoker. Daar blijft hij. Oké. Daar vloog hij nog. Ik deed super snel door dit type. Maar dat is dus een evoker. Die stond hier allebei toevallig nog. Even kijken. Oké, en wat jullie de net zagen, er waren veksen. Dat zijn deze beestjes. Die zijn best wel krachtig. Moeilijk te killen. Die hebben grappige vleugeltjes en iron swordjes. Ik weet niet waarom dit hokje hier staat. Chokers, als het goed is, kennen jullie die al. Die schieten stralen af en schieten een soort van ding af. En als je daardoor wordt geraakt, dan vlieg je lucht in. Dit was de evoker waar ik het net over had. Daar heb je een spannek van. Die is wel heel mooi. Hier heb je als laatste nog de husk. Die spant in deserts. Die heb ik wel vaker tegengekomen in 1.10. In 1.11 ben ik die nog niet tegengekomen. Ik heb nog geen survival in 1.11 gedaan. Maar als jullie dit een leuke aflevering vonden, dan zeker een blauw duimpje omhoog. Ik ben ook in het blauw. Yay. Ik ben in het blauw. Nou, nu ben ik niet meer in het blauw. Maar als jullie dit een leuke video vonden, dan zet zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer. Check even de link van de vorige video dat ik dit gebouw, het gebouw hier onder mij, onderzocht. En de seeds zet ik ook nog even in de beschrijving. Dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!